harte welkom bij het stadsdebat van het Twentse Courant Tubantia. We gaan het vanavond hebben over het nieuwe parkeerbeleid dat het college van de gemeente Almelo voorstelt. En dat staat al tijden op de agenda. In 2013 werd het huidige beleid vastgesteld. Er is al heel veel discussie over geweest, heel veel gedoe. Wat is nou precies het idee van het nieuwe parkeerbeleid? U moet 1,2 miljoen euro bezuinigen. Hoe wilt u dat doen? Er zijn een aantal wijzigingen en de voornaamste wijzigingen vinden plaats omdat we een bezuiniging van 1,2 miljoen moeten realiseren. Daarbij geeft het huidige parkeerbeleid een tekort van 4 ton. Dus in totaal praten we over 1,6 miljoen. En die 1,6 miljoen denken wij te realiseren door aan de ene kant heel erg te kijken naar de kostenkant. Dus wat dat betreft wordt er 6 ton bespaard op de uitvoering van het parkeerbeleid. Dat wordt met name gerealiseerd door stadstoezicht. En vervolgens kijken we, kunnen we de inkomsten verhogen. En de inkomsten worden verhoogd door parkeertarieven aan te passen. Wethouder, pas op uw woorden, want laat u nou niet hier zand in de ogen strooien van de aanwezigen. Laten we de discussie helder houden. Het gaat over sourcing, het gaat over uitbesteding van taken. En de Raad heeft denk ik een heel duidelijk beeld neergelegd. Pak die bezuiniging op een ander domein, maar ga niet in de inkomstenstroom verhogen. Het is hartstikke mee eens. De Raad heeft gezegd 1,2 miljoen bezuinigen. Maar wat doet het college? Die verhoogt de inkomsten met 1,2 miljoen. En dat is nooit de bedoeling geweest. Het slaat gewoon nergens op. De mensen komen gewoon niet meer naar de binnenstad, omdat ze gewoon zoveel geld moeten betalen. Terwijl in de randcentra en de buurtdorpen alles gratis is. En dat het aanbod van de winkels gewoon net zo groot, zo niet leuker is dan in de binnenstad van Almelo. Wij zijn tegen de aanpassingen. Juist op dit moment, met een binnenstad onder construction, met veel concurrentie van de buitenwijk, met veel concurrentie van de omliggende plaatsen, kunnen wij dat niet gebruiken. Nou, op dit moment is het voor de avonduren nog niet van toepassing, maar als dat voor de avonduren gaat gelden, dan is dat voor horecazaken die in de avonduren draaien redelijk desastreus. Het doet totale afbreuk aan de beleving van een avondje uit, lekker ontspannen eten en dineren en het gezellig samen zijn met elkaar. Ik denk dat het parkeerbeleid zoals het nu is het acceptabel. Een lichte verhoging zou enigszins ook nog de door te drukken zijn. Maar een verruiming van, van de parkeeruren betaald, ik denk dat dat de grootste bottleneck zal worden. Omdat voor de avonduren betaald parkeren, dat is gewoon wel haast niet aannemelijk te maken in Almelo.